sta voor het appartement van de spelers. Er slapen hier 5 spelers. Ik sta dus nu in de kamer van de man die 2 keer scoorde tegen Hoffenheim. Mike van Duinen. Hey Mike. Hoe heb je die eerste goal ervaren? Wat gebeurde er? Ja, eigenlijk vanuit de omschakeling kreeg ik de bal. En kwam ik eigenlijk in 1-tegen-1 situatie. En ging ik mijn man voorbij en kon ik hem in de verre hoek schuiven. Nog een vlog, hè? Ja, is nog een vlog. Rijn. Kom. Ja, voor de mensen van Snapchat, dit is... welke waren ze? YouTube, wat? Nee, het is gewoon een Excelsior zelf. Oh, Excelsior Rotterdam.nl. Ja, precies. Ga verder met je verhaal. Ja, even verder met mijn verhaal. Wat verwacht je van deze week? Je bent net aangekomen. Ja, ik denk een week waarin we aan de bak kunnen. Want ik denk dat we hard gaan trainen. Maar ja, ik denk dat we wel een mooie accommodatie hebben. Dus dat is super. We staan hier natuurlijk in een best wel grote kamer. Met wie lig je allemaal op de kamer? Ik lig met Kevin Vermeulen, Luitje Bruins, Rijn Korwijk dan die je net zag. En Jordi de Wijs. Dus een gezellig groepje hebben. Is dat wat weinig slapen? Nee. Ik denk dat wij wel moe zat raken hier. Dus we hebben onze slaap goed nodig. En ik heb dat eigenlijk altijd wel. Dus ik ga me rustig goed pakken.